We're going to begin met de eigen klasse. Eigen klasse 5 jaar. Julian Leenders, Nino van Aarden, Femke Maas, Luc Stappen en Lim van Bochtel. Veel succes jongens en meiden. Oké, en dan komen ze naar beneden voor de eerste wedstrijd van de NFF. Met jongens uit. Oh, en gelijk de eerste valpartij op de eerste bult. En dan gaan ze voor de kleinste man over de bultjes heen. En volgens mij is het Nino van Aan die voorop legt. En gevolgd door de tweede van Tiel Bloemzi en een van Amazone. En die kleinste hier van Bellingen was ook nog de fiets. Oh, en nu zit even wachten. En dan komt hij aan door Nino van Aan hier voor de eerste positie. En hij volgt door Tiel met het nummer 450 en dat is Luc Verstappen. En nog eentje met 414. Femke Maas en Alia van Amazone de 731. Lim van Bochtel. En we zijn weer in Phoenix. En dan rijdt de kleine backbone. Die gevallen en zijn broek tussen de fiets. Daar zien we met de nummer 4, Julian Leenders. Hij maakt het rondje heel vol af. En dan komen de volgende alweer naar beneden. Het nummer 407, Mick Dollewoed. En Tim Verstappen, Remco Kamper. Kijk die jongens nog eens gaan. Er zijn er twee die daar gauw een eindje voor uitsteken voor die andere twee, maar dan wordt dat spannend voor de derde plek. Die van Geldermans die aan het duelleren is. Volgens mij is daar Renzo Kampen die toch de aanvlam met die derde plek, maar dat wil natuurlijk niet klussen. Maar hij komt er dichterbij. Kijk, hier staan we met die 407. Nick Dollewoed die gaat er netjes op de streep af. Het wordt een close finish met die twee hier, 4-0-2. Hier aan de ja. En dan gaan we naar de volgende deel, hier. De 7-21, Tijmen van Holland. Die neemt de leiding op zijn eigen thuisbaan. Oh, weer een valpartij in de bocht. Maar het feit dat de bal trekt zijn eigen linkernaam en schiet gewoon door. En nu wordt het toch spannend. Voor Tijmen, want de 103 komt er kort aan, 19 van zetten. En wordt gevolgd door 467. Milan Baas. Wat een kloofvingers. Wat een kloofvingers hoor. En toch volgens mij is het Demi van Zetten die met eer gaat strijken. Eigen klasse, 6 jaar. Jari de Haas, Sander van Geven, Jan Kraus, Jari de Laat, Tigo Kusters en Jimon Brink. Zelfde stadheuvel. En wie komt dat eerst hier naar beneden met nummertje 118? Dat is Jari Brink. En volgens door Rode Pijn met een Nederlands kampioentje zo te duiden zien. Voor Jari de Laat. Oh, en de schietrekje van de trap is de 471. Jan Kraus. Heel de weg kwijt even.
En 118 leggen aan de leiding, dat is Jan Obrink. En hier de 462 voor de 22 Sander Regene. Met dat net aan de volk, Jari de Laat. En dan komt hij toch weer aan, de 471, Jan Kruis. Die laat niet van zijn kennen. Gaat er een geil eentje vrij worden strijd. Eigen klasse 7 jaar. Tim van Rechten, Jamie Smits, Kevin Takto, Glenn van der Urk, Sien van der Wetering, Niek Meijering en Don van Bokstel. Delicum, ik kan zo snel zijn nummer niet zien, maar die gaat nu de aanvallen zetten.
En dat is de nummer 28, Jochem van Alenbeek. Dan moet ik even toezien. Wordt net aan dek? Ja, ik ga hem hier toch voorbij. De 4-1 is 74, Koen de Wind. Hij is klas van jaar, ik van daar, Leen van Hoogte, Mike Dent, Justin Tactor, Lars van Apel en Lars van Keulen. Nu weer de bal. Zoals je ziet is de man van Tiel die denkt, jongens, de eerste wedstrijd zal hij jullie zien wat hij nodig getraind heeft van de winter. Nummer 140. Leni van Hoogte. Gevolgd door de 457, Justin Tactor. En de 484, Lars van Apel. En de 158, Mike Dent. En dan de heer die het rijtje sluit, is de 729, Lars van Keulen. Eigen klasse 9 jaar, Kevin van den Burg, Martijn Richter, Tristan Brink, René Oogakker, Roy van Toren, Menno Moors en Jasper Kaalsjager. Dit is de man van Gelderlands die voor zich op zit. Gevolgd is de man van Ammerzoden. Jasper Kaasjager. En het gaatje wordt een klein beetje groter. Volgens mij is dat Corné Hoogakker, 3,69. 7,36 gaat het krijgen. Dan komt die 121 heel fijn bij. En dat is Martijn van Richten.